Ik ben bang dat Amber hem niet wordt gezien als een typische Netflix-kijker. Ik ben laatst aan zo'n serie begonnen, hoe heet het? Ja, op aanbevelen van en of ik het leuk zou vinden. Dat heet La Casa di Papel. Ja, over die bankoverval. Ja. Heel populair. Ja. Nou, ik heb er 3 bekeken. Ik denk, wel een leuk ideetje ook. Dat een leuk idee achter met die maskers en zo. Het Verlossum, kunt u mij horen? Nou, dat is die idee. Wat natuurlijk het hoofdmoot van de film van D-Day is de landing op Omaha Beach. En dat is eigenlijk het enige strand waar het aanvankelijk fout lijkt te gaan. Dus daar sneuvelen nogal mensen. Dat kwam eigenlijk omdat het enige strand was waar de kustverdediging in handen was van een Duitse divisie met enige kwaliteit. Er waren ook Duitse divisies die alleen maar bestonden uit wat oudere mannen met maagklachten. Dat waren niet zulke geweldige gevechtseenheden. Lang niet alle Duitse divisies waren natuurlijk, zeker in dit stadium van de oorlog, we zitten ondertussen in juni 44, tip-top eenheden. Dat was ook vaak bij elkaar gerommeld. En oudere mannen die eigenlijk helemaal geen gevechtservaring hadden enzovoort. Want dat moet ik misschien ook nog eens een keer zeggen. Vechten moet je leren. Het idee dat iedereen kan vechten. Hè, als je maar zo'n stengun kan bedienen, dan kun je vechten. Nee, dat is niet zo. Dat kon je ook zien bij dat gedoe in het Midden-Oosten met dat ISIS en zo. We hadden prutsers. Ik bedoel, iedereen die ooit het handboek Soldaat had gelezen, wist. Dat was geen vechten, dat is gewoon qua jongens. Ja, er vielen een hoop doden bij, treurig genoeg. Maar qua vechttechniek, was dat stelde er echt geen bal voor. Hè. Kennelijk is het ook heel lastig om mensen te leren vechten. Schakelen we even door naar dat Afghanistan. Ja, we hebben al dat geld erin gestoken. Die lui zijn getraind door de beste trainers, die Nederlanders, Amerikanen enzovoort. Heeft het iets geholpen? Geen flikker. Blijkt niks te helpen. Ja, want je moet ook nog fighting spirit hebben. Je kunt wel eens een beetje weten wat je wel en wat je niet moet doen. Maar als je denkt van, ik vertrouw het niet zo erg. We gaan dat niet winnen en zo. Of die Taliban. Weet je wat, ik trek mijn pak uit en ik vertrek naar huis. Nee, dan werkt het dus niet. Nou, je ziet wat dat voor gevolgen heeft. Heb jij het geleerd in dienst? Wat? Toen je in dienst was, moest je leren vechten? Nee, ik was in de opleiding van tankcommandant. Oh, maar dat is als je de tank moet verdedigen, moet je toch ook kunnen vechten? Nee, dan ben je dan meestal, als jij de tank persoonlijk moet verdedigen, is het al veel te laat, kan ik je verzekeren. Okay. Nee, wij moesten ook zo belachelijk, wij moesten exerceren. We waren vaak 1,5 uur bezig met exercitie. Dus ik heb nog eens een keer tegen die sergeant gezegd, ja, de wachtmeester heet, het was cavalerie natuurlijk. Ik zei, wachtmeester, het is wel lollig dat exerceren, dat was in de tijd van Napoleon, was dat wel nuttig als je daar kon, want dan moest je van die carré's vechten en zo. Maar ja, wij gaan een tank bedienen. Maar ja, je weet, heb ik ook al verteld, elke vorm van kritiek, elke vorm van redelijkheid werd gesmoord in, jij wilt zeker binnen blijven dit weekend. Nou ja, dan dacht je al, nou liever niet, in deze wanhopige situatie liever niet. Overigens is daar op het terrein van die kazerne, bij mijn weten nog steeds geheten de Prins Bernhard kazerne, voor belangstellenden een voortreffelijk museumtje met tanks en panzerwagens van allerlei soort. Ja, de toegang is enigszins problematisch geregeld. Je krijgt het gevoel daar dat Defensie de boel een beetje geheim wil houden, terwijl het allemaal tanks zijn die al dan 30 jaar uit de mode zijn, zal ik maar zeggen. Want dat is ook maar een hele kwestie, wat zijn goede tanks en wat zijn niet goede tanks. Dat kunnen we het zo heel kort even over hebben. Maar als u geïnteresseerd bent, kun je daar gaan kijken. Je moet gewoon ook je wel kunnen identificeren. Dus klaagden daar, wij zijn daar geweest voor het programma met mijn broer en mijn zus. En ze klaagden dat er zo weinig bezoekers waren. Ik kwam in hun leuke cavaleriemuseum. Ik zei, ja, als jullie natuurlijk iedereen zich laat identificeren. Het cameraatje is low, geloof ik. 02, ja, zegt hij. Klopt, ja, dat is altijd na een uurtje gaat hij ermee op. Na een uurtje gaat hij ermee op. Ja, dan moeten jullie wel het toegang wel een beetje ruimer maken. Maar goed, ga kijken. In principe kun je het gewoon vragen of je naar binnen mag. Hoe kwam ik hierop? Nog iets over de tanks. Ja, ik had al gezegd, de T-34 was eigenlijk het triomfstuk van de Tweede Wereldoorlog. Fantastisch ding. Daarna zijn er dus ook veel grotere en zwaardere tanks gaan bouwen. Want je begrijpt wel dat je al heel graag denkt dat als we ze nog groter maken en nog zwaarder, dan
zijn ze moeilijker te raken en uit te schakelen. Maar dat is in grote trekken eigenlijk een illusie gebleken. Een van de meest modernste tanks neemt de M1 Abram tank, waar de Amerikanen gebruik van maken, die overigens door een gasturbine wordt aangedreven op zichzelf. Ook wel interessant natuurlijk. Maar die is veel te groot en veel te zwaar. En die kan met eigenlijk vrij simpele technieken kunnen ze uitgeschakeld worden. Nee, de T-34 was net precies het juiste antwoord tussen te licht. Vooral veel van de tanks van de Duitsers. Ja, die nummers 1, 2, 3, 4 die ze in de jaren 30 hadden gebouwd, waren eigenlijk te licht voor het echte oorlogswerk. Maar de T-34 zat net precies op het juiste punt. Ja, want de Tiger was natuurlijk het meesterstuk van de Duitse tanks in de Tweede Wereldoorlog, van de Duitse tankconstructie, maar al fantastisch ding, maar eigenlijk meer vanuit het perspectief van zit mooi in elkaar. Het is net alsof je een Mercedes S. Hè? Klein en compact, toch? Ja, een Mercedes S is allemaal heel lollig. En de buren zijn diep onder de indruk. Maar ik kan u verzekeren dat het verschil tussen de E en de S wel waarneembaar is. Maar om nou twee keer zoveel geld uit te geven aan wat in feite marginale verschillen zijn, nou, dat is bij de tanks ook in extreme mate het geval. De meest gebouwde tank, of één van de meest gebouwde tanks, was de Sherman tank, Amerikaanse tank. Nou ja, je weet, de Amerikanen konden produceren at will, om het nou maar zo te zeggen. Ik weet niet hoe ze hebben bij de 100.000 gebouwd, maar het was een waardeloze tank. Het was een van de minste tanks van de Tweede Wereldoorlog. Je bent nog blij dat er niet hierheen dadelijk de straat in komt rijden, maar het was geen geweldig product. Daar kwam het eigenlijk op neer. Van die Engelse tanks, de Churchill tank, dat heb ik ook nooit gelezen. Dat ze van, en de Amerikanen? Dat was die Sherman tank. Oh, die hadden ze, ja. Een waardeloze tank. Ja, genoemd naar de bekende generaal Sherman uit de burgeroorlog. Maar hoe kan het dan? Waarvan ik laatst beweerde bij de slimste mensen dat hij president was geweest, maar dan had ik me even lelijk in vergist. Ik bedoelde eigenlijk Grant, maar oké, ook een generaal uit de burgeroorlog. En dat was dan niet uitgeknipt? Jammer genoeg niet. Kennelijk was het hun ook niet opgevallen dat ik het helemaal bij. Maar zit er iemand dan alles wat jij zegt te controleren? Nou, in dit geval niet dus. Nee, maar normaal wel. Nou, daar wordt fors in geknipt. Maar of dat nou speciaal wordt gecontroleerd. Nee, het is meer zo dat natuurlijk, dat heb ik al eens eerder verteld. Kijk, het programma duurt 40 minuten. En eenmaal afhankelijk van de duur van de verschillende onderdelen van het programma. Want die onderdelen moeten altijd keurig voltooid worden. Je kunt niet zeggen, nou, we knippen een stukje met die puzzel. Dan knippen we er even uit. Dat kan niet. Alles moet erin. Dus ja, bijvoorbeeld mijn aanwezigheid in het programma is sterk afhankelijk van de lengte van de finale. Dus je begrijpt, ik ben een heel groot liefhebber van waardeloze deelnemers die met 20 seconden in de finale komen, zodat ze er in één vraag uit liggen. Ja. Ja, want dan zit er meer Maarten Verossum in. Maar jij bent een soort van vulmiddel. Van als we... Zo kun je het het beste zien, ja. Je kunt mij het beste zien als solide stopverf. Hè? Ja. Dat is denk ik de beste beschrijving. Ja, ik vond het wel grappig, die filmpjes met Hans Wiegel en Louis van Gaal. Ja, vooral Louis van Gaal was echt lachwekkend. Ja, maar ze lezen het van autocue, hè? Ja. Je ziet bij Wiegel, zie je zijn ogen. Zie je, ja, van Gaal ook. Want die leest op zo'n hele mechanische manier, leest hij in feite. En bovendien zegt hij dat hij nooit mijn trainer zal worden. En vervolgens, nog geen 3 maanden later, wordt hij trainer van het Nederlands elftal. Ja, dat is wel komisch, ja. Tot en met het wereldkampioenschap, weet ik veel wanneer dat is. Volgend jaar. Is het volgend jaar alweer? Jeetje, af en toe krijgen we weer maandenlang dat gelul over de voetballen. Jezus, ik verheug me er niet op. Oh, dat is wets over de voetbal. Ik ben voor een speciale voetbalzender. Die ook automatisch bij, kun je die ook uitzetten. Als je daar een interesse in hebt, zet je hem uit. Ja, dat heb je, hè? ESPN. Ja, maar je weet dat als het Nederlandse elftal voetbalt, dan hebben we natuurlijk de reclame all over the place. Want dat was deze keer toch ook hoogst pijnlijk. Vooral omdat we er natuurlijk niets van terecht brachten. Is dan zo'n eerste serie van opgewonden advertenties, waarbij de indruk wordt gewekt dat we zoals gewoonlijk weer de hele mondiale voetbalwereld zullen oprollen met ons magnifieke spel. Dat is goed voor de economie, hè? Nee, wat we kennelijk zijn, Nederlandse dames veel effectiever dan heren. Want ze kunnen beter hockeyen dan de hockeyheren. En ze kunnen beter voetballen dan de voetbalheren. Ja.
Oh, de echte kenners zeggen wel, het is niet om aan te zien, het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dus misschien heeft die Verstappen nog een zuster, dan kan die wereldkampioen worden. Ja, zo is het. We zijn nog steeds bij D-Day. Omaha was, dat was een lastige. En daar zijn ze de hele dag mee bezig geweest. Er zijn ook de meeste mensen gesneuveld natuurlijk. Sneuvelt natuurlijk nogal wat mensen gewoon bij het aan land gaan. Want ja, je bent een beetje, je bent niet zozeer een sitting duck, maar je bent een wading duck, om het maar even zo te zeggen. Dat zeker. Bij die andere stranden ging dat eigenlijk allemaal vrij vlot. En aan het eind van de dag waren ze toch over de eerste duinenrij heen. En hadden ze een voldoende groot bruggenhoofd gevormd waar ze niet zo heel makkelijk meer uitgejaagd konden worden. Want die Duitse panzereenheden die kwamen uiteindelijk toch te laat om het onheil van de eerste dag, om dat te vermijden. Ik geloof dat ze dus 120.000 man aan land hebben gezet. En dan binnen enkele weken hebben ze al 850.000 mensen aan land gezet. En dan krijg je dat eigenaardige gedoe dat ze eigenlijk dat ze moeite hebben om uit dat bruggenhoofd weg te breken. Wat ze tenslotte wel gelukt is. En nou ja, dan krijg je dat spel met de zogenaamde falaise pocket, zoals dat heet. Ja, dat kun je beter niet vertalen, hè, want dan heet het de valaise zak. Dat vind ik altijd zo raar, een beetje een rare uitdrukking. Waarbij we dus er bijna in geslaagd zijn om die Duitse eenheden, die zich overigens prima gevochten hadden, om die te ontsingelen, maar dat is toen net niet gelukt. Maar besef bij dit alles, er waren dus in West-Europa maar een zeer beperkt aantal Duitse divisies voorhanden. Want het overgrote deel van die divisies, ongeveer 5 keer zoveel, bevond zich in feite aan het oostfront. Weer een fout van de Duitsers. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ja, we zitten ondertussen dus in de zomer van 1944 en dan is het echt zo klaar als wat, dat ze door hebben gevochten, ja. Er is toen natuurlijk die aanslag op Hitler gepleegd. Dat is ook juli 44. Ja, dat die tafel of die poot hem beschermt, hè? Het bekende verhaal natuurlijk van Stauffenberg die 2 bommen bij zich heeft. En ja, ze waren toch een tikkeltje zenuwachtig en moesten die dom bommen scherp stellen in een wc. Maar het lukte maar bij 1 bom. Dus toen is hij met die ene bom is hij naar binnen gegaan. En die ene bom heeft hij toen aan de verkeerde kant van de tafelpoot gezet. En misschien wel nog wel belangrijker, het was een barak. Als het een bunker was geweest, waren er waarschijnlijk veel meer doden gevallen. Misschien Hitler ook wel. Omdat in een barak kan de luchtdruk weg, simpelweg. Omdat het dak wordt weggeblazen. Maar Hitler had toch een heel gerafelde broek. En zijn trommelvliezen waren gesprongen. Er zijn ook een paar doden bijgevallen. Maar ja, dit is weer die. Er is een heel boek namelijk over aanslagen op Hitler. Die allemaal stuk voor stuk kon mislukt zijn. De enige aanslag op Hitler die gelukt is, is de aanslag die hij natuurlijk zelf heeft uitgevoerd in april 1945. Maar de oorlog was al lang en breed verloren. Het was meer een kwestie van hoe lang gaat het nog duren, dan dat iemand dacht van dit kan nog een groot succes worden. Misschien hebben ze van alles verwacht van die V-wapens, de V1 en de V2, de Verkeltungswaffen, maar dat was allemaal flauwekul natuurlijk. Wat waren dat voor wapens? Nou ja, de V1 was een soort vliegende bom. Een soort cruise missile avant la lettre, zonder de, laten we zeggen, de computerparafanalia waar die dingen tegenwoordig mee worden bestuurd. Hè. Er zit gewoon een GPS-kaartje in, worden geprogrammeerd en die kun je daar bij de overburen door de openslaande deuren laten vliegen als je dat per se wil. Kunnen wel misschien ergens gestoord worden, maar dat kan de precisie waarmee tegenwoordig kan worden gebombardeerd en zo. Die is wel vergeleken met de Tweede Wereldoorlog, is dat, kun je daar rustig spreken van een revolutie. Anders is het niet. Dus ja, ze zijn aan land gekomen, dat is allemaal vrij geslaagd. Het duurt weken voordat ze uit dat bruggenhoofd weten te ontsnappen. Maar dan gaat het ook in een ongekend tempo. Ik bedoel, Patton die wordt weer benoemd tot een van de commandant van een van die Amerikaanse legers. En die racen echt dwars door Frankrijk heen. Ze racen zo hard dat er tenslotte natuurlijk hebben ze te weinig benzine. Moeten ze wachten tot de benzine aanvoert. Want dat was wel een punt. Er is natuurlijk een soort van noodhaven gebouwd daar voor de kust. Van een soort van pontonachtige constructie. Daarvan waait al een deel weg binnen enkele dagen vanwege een storm.
Eigenlijk had dat niet moeten gebeuren, een storm in de zomer aan de Franse kust. Waarom onze lieve Heer dat nou gedaan heeft, dat zijn van die dingetjes dat je denkt van... Hè, wij zijn goed op weg om het kwaad te verslaan en dan laat je er een stormpje overheen. Nou, hoe dan ook. En de Duitsers hebben alle kanaalhavens, die hebben ze eindeloos verdedigd. Goed posities gekozen met als gevolg dat een reeks van die kanaalhavens pas in 1945 in feite bevrijd is. Die werden wel gebombardeerd en aangevallen, maar een stad verdedigen, dat als je dat goed doet, dus je weet wat je doet, nou dan de hele stad gaat en de bliksem dat wel. Maar dan is een stad echt heel erg lastig te veroveren, zonder meer. Dus geen kanaalhavens. Dus de hele aanvoer van die geallieerde gevechtsmacht, die moest over de weg. Dat heette geloof ik de Red Bull Express, heette dat. En nou ja, dan reed je dus duizenden vrachtauto's, reed je daar over die naar het noorden toe. Met munitie, met benzine, gaan ze maar door. Pas Antwerpen valt, en dat was een hele fijne gebeurtenis. Nou goed, dit hele toneel, dus dat eigenlijk gaat het van op een goed moment, gaat dat enorm snel allemaal. Zeg maar tot begin september 1944. En dan pauzeren ze, deels omdat ze moesten de rupsbanden repareren, er was te weinig benzine, dus dat moest ook georganiseerd worden. Maar ook wel om eens even te kijken hoe het nu verder moest. En op dat moment zijn eigenlijk hele verkeerde keuzes gemaakt. Door de geallieerden? Door de geallieerden, ja zeker. Want de Engelse panzerdivisie stond dus in Antwerpen, die had in principe door kunnen rijden. Dat hebben ze laten lopen met als gevolg dat het Duitse 7e leger, wat nog aan de zuidkant van de Schelde stond, niet waar, bij nacht en ontij overgezet is naar de noordkant. Want in plaats van, anders waren ze in feite geïsoleerd geraakt en hadden ze waarschijnlijk moeten capituleren. Nu hebben ze deel kunnen nemen aan de strijd die wat later zich ontwand. En bovendien, Montgomery, die had zich enorm geïrriteerd aan de heldenverhalen over Patton, dat het allemaal zo snel ging. En hij vond dat hij wel heel weinig publiciteit kreeg en zo. Althans, dat was in ieder geval een factor in zijn overweging. En hij meende een geniaal plan te hebben, waarmee hij in principe niet de Westwall hoefde aan te pakken, de belangrijkste Duitse verdedigingslinie, waarbij hij eigenlijk om de Westwall heen zou kunnen gaan. Waarbij het idee was dat dat Engelse troepen in hoog tempo door zouden stoten naar Nijmegen en Arnhem. En dan rond Arnhem een groot bruggenhoofd zouden vormen. Engelse troepen, eventueel ook aangeholpen door Amerikanen. En dan zouden vanaf daar eigenlijk rond die Westwall een aanval op het Ruhrgebied kunnen worden ondernomen. Zodat de grote triomfator van de strijd in niet althans het westen van Duitsland, dat zou niet Patton zijn, maar dat zou Montgomery zijn. Dat zit een ijdel Duitsers dat, autist. Maar goed, ja, dat was de fameuze operatie Market Garden. En daarvoor was het noodzakelijk dat in een hoog tempo een kolonne van op zichzelf grotendeels bestaande tanks, panzerwagens enzovoort, die moest over 7 bruggen richting Nijmegen. Dan moest Nijmegen natuurlijk de grote Waalbrug ook in geallieerde handen vallen en dan doorstoten. En dan zou de brug bij Arnhem ook in geallieerde handen kunnen vallen, omdat ondertussen luchtlandingsdivisie geland was rond Arnhem. En die zou die brug moeten bezetten. Dat is ook gebeurd. Met moeite, maar dat is gebeurd. Die brug is dagenlang in handen geweest van Engelse parachutisten. Maar je begrijpt al, die razendsnelle doorstoot, die ging op zichzelf wel snel, maar niet snel genoeg. En tenslotte capituleren die Engelsen in Arnhem, omdat ze... Kijk eens even, dat was weer de bekende wedstrijd in het hard rijden in een smalle en bochtige straat in Utrecht. Wat zou die man nou toch bezielen? Dat begrijp ik absoluut niet. Was het een man? Ja, het was een man in een zwarte Volkswagen. Het was een lijkauto. Ik begrijp al helemaal niet waarom die zo hard mogen rijden. Maar goed, het is voor mij een volkomen raadsel
wat je ertoe brengt om eens lekker even gas te geven in een gewone woonstraat. En waar is dat goed voor? Je zit hier, het begint met een bocht, hier heb je een voorrangskruising. Wat voor zin heeft het om over een afstand van 60 meter nog eens even lekker op het gas te gaan? Hè? Weer lekkere energie geeft het misschien. Vreselijk. Ik zou zeggen, flikker op met die auto, ga in Duitsland zo hard mogelijk rijden. Hè? Ze zouden al die auto's af moeten toppen op 110 km per uur. Scheelt toch enorm in het energiegebruik. Dat kan ik de luisteraars ook aanbevelen. Rij eerst eens. Tegenwoordig heb je allemaal van die autocomputers waarop je kunt zien hoe zuinig u rijdt enzovoort. U rijdt eerst een forse afstand, 130 km per uur houdt u aan. En dan rijdt u precies dezelfde afstand, rijdt u weer terug. En dan rijdt u keurig 100, zoals het hoort. He? U weet het wel, zoals het hoort. En dan moeten we zien hoe groot het verschil is. Vooral als u een elektrische auto heeft. Als u 130 rijdt, niet waar. Dan wat wel fijn is. En u denkt natuurlijk, ach, het is toch elektrisch. Dus wat kan het schelen. Maar u gebruikt wel significant veel meer energie. He, uw hele actieradius die neemt al heel gauw met 150 kilometer af. Als u de hele afstand 130 rijdt in plaats van 100. En wat maakt het in Nederland in godsnaam uit of u 130 of 100 rijdt? Helemaal geen donder. Dan moet je ook de stoelverwarming uitlaten. Hè? Want dat, als je die aanzet, dan gaat het in de... Ja, de airco en ik weet allemaal niet wat. Sowieso zijn die actieradiuscijfers, die worden allemaal schromelijk overdreven. In principe kun je ervan uitgaan dat je aan je handen mag klappen als de actieradius 275 kilometer is. Zeker als het wat kouder weer is dan het op dit moment is. En de radio maar uit? We zijn afgeleid geraakt van onze beschouwing. Ja, Market Garden, uiteindelijk kwamen ze te laat. En die parachutisten, dappere parachutisten, die enkele, misschien in totaal 100, 200 man, die brug hebben ze dagenlang weten te verdedigen op voortreffelijke wijze. Maar ja. Ze kwamen te laat en zodoende is Market Garden een grote mislukking geworden. Eigenlijk zeiden alle militaire deskundigen, dit is niet handig. Je neemt enorme risico's, dat kun je beter niet doen. Eisenhower is ook wel gewaarschuwd door zijn stafchef. Is dat nou, want dat was natuurlijk de opperbevelhebber. Is dat nou verstandig? En toen zei Eisenhower, ja, ik wil me ook niet te veel bemoeien met het detailbeleid van mijn verschillende generaals. Ook niet met Montgomery, omdat Montgomery sowieso wel een ongelofelijke lastpost en zuurpiet was, altijd iets te klooien. Omdat hij nou toevallig is, een beetje de eerste Engelse overwinning van de oorlog heeft behaald in El Alamein, niet waar hij was. Ja, ook een held. Als je helemaal een held van je hebben gemaakt, dan blijf je eeuwig een held. Montgomery is ook eeuwig een held gebleven. Zeker voor zijn moeder. Die operatie mislukt. Daar zijn toch nog ruim 1000 doden bij gevallen. En duizenden van die parachutisten die konden niet meer wegkomen. Die zijn krijgsgevangen gemaakt. Dit was de laatste Duitse overwinning van de Tweede Wereldoorlog. En in feite de laatste geallieerde nederlaag van de Tweede Wereldoorlog. Vergeleken met het Oostfront was het natuurlijk peanuts. Maar ja, 1000 doden. Het is al gek natuurlijk dat je moet zeggen dat 1000 doden eigenlijk peanuts waren. Bij die Koerskslag waar we het over gehad hebben, door de Russen tenslotte gewonnen. Bij die Koerskslag zijn aan Russische kant evenveel doden gevallen als aan Engelse en Amerikaanse kant gedurende de hele Tweede Wereldoorlog. Waarbij we wel moeten zeggen dat het Rode Leger vocht. Nou ja, zonder aanziens des persoons kun je zeggen, maar eigenlijk met volstrekte desinteresse voor het lot van de individuele soldaat. Dus ja, zo is het. Nou goed, je begrijpt het de hele rest van de oorlog. Ik mag het Ardennenoffensief niet vergeten. Want Hitler had nog iets in petto. De tankproductie die liep lekker, dat hebben we gezien. Eindelijk liep die goed. En het gevolg was dat Hitler van plan was om nog een laatste groot, verrassend offensief te ondernemen. Waarvan eigenlijk de bedoeling was om Antwerpen weer in te nemen. Omdat Antwerpen natuurlijk de haven was die nu kon draaien voor de geallieerden in feite. Bij ontstentenis van al die kanaalhavens die de Duitsers eindeloos hebben verdedigd. Dat is gegaan. En ja, aanvankelijk was het heel verrassend. En ze zijn nog een heel eind gekomen, de Duitsers.
Maar ze zijn niet verder dan de Maas gekomen. Het probleem voor de geallieerden was dat het slecht weer was. Heel bar slecht weer. Met als gevolg dat hun enorme luchtsuperioriteit niet gebruikt kon worden. Dan moeten we wel bij D-Day even eerlijk zijn. De Duitsers hadden bij D-Day, bij die landingsdagen, nou nog geen 200 toestellen ter beschikking. Terwijl de geallieerden geloof ik 11.000 vliegtuigen in de lucht konden brengen. Dus dat, ja, dat is natuurlijk waarom. Kijk, de Amerikanen zijn meesters tegenwoordig in het winnen van het eerste oorlogsachtige gebeuren. Omdat de meeste tegenstanders helemaal geen luchtmacht hebben. Nauwelijks luchtafweer hebben. En natuurlijk de Amerikanen op dat punt veruit superieur zijn. Voor de Amerikanen begint het pas als je beheer hebt over wat je hebt veroverd. Nou, kijk naar Afghanistan. 20 jaar geprobeerd, een grote mislukking geworden. Kijk naar Irak. Hè. Dat is gebeurd in een knip van de vingers. Ja, ik knipte even met mijn vingers. Ik weet niet of dat een beetje doorkomt. Nee, wordt. Ja, dat kun je wel horen. Ja. Oké. Ik knipte even met de vingers. Ja, dat was zo gebeurd, niet waar? Dat een Bagdad, iedereen herinnert zich nog. Bagdad viel al na enkele weken. Met dat standbeeld omgehaald. Nou ja, dat was ook allemaal spectaculair. De tranen sprongen in je ogen. Freedom for him. Nou ja. En toen begon het gesodemieter pas. Hè? Ja, dit is te verdedigen, deze snelheid. Ja, ze hadden het dak ook open, hè, deze auto. Ja, maar het kan minder. Ja. Gewoon in woonwijken moet het gewoon 30 kilometer per uur, niet harder dan dat. Ja. Daar moet iedereen zich keurig aan houden. Dat er gewoon, als je harder dan 30 rijdt in een woonwijk, dat ze gewoon onder de motorkap een ontploffing voordoet. En dat de hele boel uit elkaar geknald is. Hè? Wat ik me nog afvroeg, hè, zo'n naam als Market Garden, waar kwam dat vandaan? Nou, het waren twee namen. Namelijk Market en Garden. Ik geloof Market waren de luchtlanding en Garden was het oprukken van die troepen over die 7 bruggen richting Nijmegen. Waarom werd dat zo genoemd? Ja, volgens mij pure fantasie voor de lol. Je denkt al, hout zal wel betekenis hebben. Nee, dat had helemaal geen betekenis. Maar wie bedacht dat dan? Ja, een of andere, waarschijnlijk hadden ze overal een man in dienst die voor codenamen zorgde. Ik zal maar zeggen, de eerste acties in Afghanistan in 2001 heette Operation Enduring Freedom. De Amerikanen hadden wel een handje van hele deftige namen en zo. Maar dat werd dan wel ter plekke bedacht. Het was niet iets wat achteraf dan werd, dat noemde. Nee, dat dan werd zo van tevoren bedacht. Dus die operatie heette dan Enduring Freedom. De kwestie is natuurlijk dat het ze ook in alle geschreven teksten altijd meteen afgekort wordt. Ja. Dus Enduring Freedom. Dat is E-D-E. Ja, okay. Iedereen kan het bedenken wat het is. Nee, dus bij mijn weten zit daar niks achter. Het Ardennenoffensief. Daar waren we gebleven. Het Ardennenoffensief. Mislukt tenslotte. He? Met het boom, de bastonje. Die man die daar, die generaal. Hij is helemaal omringd met Duitse troepen. En dan zeggen die Duitsers, die kunt je beter overgeven. En dan geeft hij het Vermeese antwoord, nuts. En dat is dus niet zo'n chocoladereepje, maar dat is gewoon, nuts betekent gewoon, sodemieteren en top. He? Kloot, het gaat niet gebeuren. Hij heeft zich ook niet overgegeven en al heel snel, het weer knapt snel op. En iedereen kan dat heel goed zien, heel leuk zien in de film Patton. Geweldige film trouwens, film Patton. Je ziet de slechte kanten, de goede kanten. Nou, die is een magnifieke film in allerlei opzichten. Met de sterkste start van een film die ik ooit in mijn leven heb gezien. Bijna. Nou, ik zit even te denken of er nog één is. Maar ik weet niet of Petter nog een. Dat is nou typisch dat Netflix. Ik heb het er al vaker. Als je nou intypt Petter, kun je die film dan op Netflix zien? Nee. Ja, dat heb ik dus ook, want ik heb heel vaak dat jij dan iets noemt en denk, hé, dat ga ik kijken en dan vind ik het niet. Maar dat heeft ermee te maken dat de concurrentie, zoals Disney Plus, Prime, dat is van Amazon, ook opkomt. En die trekken dus titels die voorheen nog wel op Netflix stonden. Als jij denkt dat je Patton wel kunt zien bij Amazon. Ook niet. Nee, joh, begrijp. Ja, maar heel veel films worden dan bij de concurrentie wel neergezet. Nou, het grote probleem is dat het voor de liefhebber van klassieke films, en Patton is ondertussen al lang en breed een klassieke film, dat daar wel geen behoorlijk aanbod voor is. Daar komt het op neer. Hey, maar nou ja, dat Netflix, je weet precies wat daar de gangbare film is. Dat is het Amerikaanse, van Coat en de Beard ook altijd allemaal kneukfilms. Hè? Ja, het is altijd over misdaad, het is altijd over drugs, het is altijd met schieten.
Nou, stop er een paar auto-achtervolgentjes in. Een hele zwik van die dames met fris gewassen haren op hoge haken. Waar je altijd denkt, hoezo? Je werkt hier in een gewestelijk politiebureautje. Waarom zie je eruit alsof je mis politiebureau wil worden? Dat, nou, allemaal die flauwekul en onzin. En de klassiekers die ontbreken. Ik heb het toch al eerder gezegd. Als je ervoor wil een leuke film van Fellini zien, nou, dan moet je niet voorbij al deze streamingsdiensten komen. Het is een raadsel waarom dit. Je zou zeggen, dit is een techniek waarmee je echt feitelijk alles kunt laten zien. He, al die enorme leuke films van de jaren 30 en 40. He, is daar iets van te zien? 0,0. Zwart-wit films, 0,0. Nou, bij deze de oproep, misschien dat iemand dat opgezet. Nou, ik ben bang dat en voor hem niet wordt gezien als een typische Netflix-kijker. Hè? Want de mensen werden natuurlijk allemaal. Ik ben laatst aan zo'n serie begonnen, hoe heet het? Ja, op aanbevelen van en of ik het leuk zou vinden. Dat heet La Casa di Papel. Ja, over die bankoverval. Ja. Heel populair. Ja. Nou, ik heb er 3 bekeken. Ik denk, nou ja, een leuk ideetje ook. Dat een leuk idee achter met die maskers en zo. Maar ik denk, als je nou toch denkt dat ik 5 seizoenen er wel van wil zien. Nou, nee, absoluut niet. Nee? Dus ik ben na 3 stuks ben ik gestopt. Met de professor? Ja, ik denk na 3 stuks. Ik weet het nu wel zo'n beetje. Oh, het wordt wel heel spannend hoor, verderop. Ja, het kan niet spannender worden dan die eerste 3, lijkt mij. Ik weet niet hoe je dat moet doen. Of je moet daar of doodschieten of zoiets. Dat is nog wel een idee. Maar wat vond je, waardoor haakte hij af? Nou, ik dacht, ik weet het wel. Ik vond het een leuk idee, hè? Maar je bent niet benieuwd hoe de verhaallijn zich ontwikkelt? Totaal niet, nee. Want ik ben al heel snel, toen dacht ik van, dit kan je natuurlijk nooit rekken over 5 jaar of zoiets dergelijks. Hè. Dit is een zaak die normaal gesproken ook door de politie gewoon op vrij korte termijn beëindigd kan worden. Nou, zij verdedigen dat gebouw heel goed. Ja, in de serie wordt dat hartstikke goed verdedigd. Maar als je dat goed aanpakt, dan... Oké, nou, ze hebben nu... Volgens mij afgelopen week... Als je dat bestormt en je blaast er en daar wat op, dan ben je volstrekt kansloos in dat gebouw. Hmm. Maar 3 afleveringen vind je niet te kort om een goede indruk... Nee, maar ik had de indruk dat ik dan 3 afleveringen een prima indruk had. Oké. Nou, ze hebben nu de trailer voor het allerlaatste seizoen. Dan stopt het ook. Oh. Ik weet niet hoeveel ze er gemaakt hebben. 4 of 5 of zo. Ja, maar ik vond het heel leuk. Een paar hele leuke ideeën. Zonder meer. Vooral dat je dat valse geld zelf ging drukken, dat vond ik wel een leuk idee. Niet erg waarschijnlijk, maar wel een leuk idee. Oké. Dus ja, allemaal series. En mag ik graag klassieke films. Ik neem aan dat die rechten, dat daar wel iets over afgesproken kan worden. Nou ja, nu zitten we overigens zo'n beetje aan het eind van, althans de Tweede Wereldoorlog in het Westen. Die troepen rukken vervolgens op richting Berlijn. Je begrijpt dat niet al te grote problemen meer met zich meebracht. Behalve natuurlijk dat ondertussen de Russen zijn begonnen vanaf januari 1945 met hun grote slotaanval op Berlijn. En tenslotte ook Berlijn veroverd hebben. Er was neem ik aan communicatie tussen de geallieerden in het Westen en de Russen. Ja, militair gesproken volgens mij niet zo verschrikkelijk veel. De ene kwam van de ene kant en de andere kwam van de andere kant. Nee, maar ze zeiden wel, nu gaan we beginnen. Ja, de Russen hebben toen, nadat ze dus de hele Balkan hadden veroverd, gezegd van we gaan nu richting Berlijn. En om Berlijn is nog enorm gevochten. Ik geloof dat er in de slag om Berlijn nog 300.000 Russische soldaten zijn gesneuveld of gewond geraakt. Dat geeft je een beetje een beeld van hoe omvangrijk ook een stad natuurlijk. Vechten in de steden, dat is een rampzalige zaak in allerlei opzichten. Maar tenslotte capituleert Berlijn, althans de Duitse commandant van Berlijn capituleert op 2 mei. Hitler heeft dan natuurlijk in april al zelfmoord gepleegd, samen met Eva Braun, met wie hij kort daarvoor was gehuwd. De Messias, degene die ze betoverd had, was dood. Dat was, in die zin was het afgelopen 3. Even kijken, 2 mei capituleert Berlijn, gek genoeg, voor al die anderen. En 4 mei capituleren alle Duitse strijdkrachten in West-Europa in die tent van Montgomery op de Lunenburger Heide. 7 mei capituleert Duitsland compleet in Reims. Daar zet Jodl zijn handtekening. En daar waren de Russen, weliswaar was daar wel een Rus bij als vertegenwoordiger, maar...
Stalin was daar toch nogal verontwaardigd over. En tenslotte, de dag daarna is, 8 mei, is de capitulatie in Berlijn gesloten. Omdat die capitulatie is een beetje net van de ene op de andere dag. Dus het was laat op die dag. Dus in Moskou was het al 9 mei volgens mij. Maar dit doe ik even uit het hoofd. Kan zijn dat er net een dagje verschil. Maar dus de capitulatie strekt zich eigenlijk uit van 2 mei, 4 mei, 7 mei, 9 mei. Zo is het ongeveer. Die zaal waarin in gecapituleerd is in Berlijn. Ook dat komt heel aardig voor in die film. Patton, als ik het me goed herinner. Ja, daar kun je nog gaan kijken. Dat ziet er nog precies zo uit. Je kunt ook bij Nuremberg kun je gaan kijken naar die proceszaal. Die is vrij ingrijpend gewijzigd sinds de tijd dat het proces daar gevoerd is. En dan is dus de Tweede Wereldoorlog afgelopen en Duitsland heeft, zoals we alle weten, een absoluut verpletterende nederlaag geleden. Een groot deel van de Duitse steden is het centrum van weggebombardeerd natuurlijk. Duitsland heeft een aantal hele moeilijke jaren gehad na de Tweede Wereldoorlog. Het was natuurlijk ondertussen opgedeeld in 4 bezettingszones. Een Russische zone, Engelse zone, Franse zone en Amerikaanse zone. Als je in de Amerikaanse zone zat, dan had je echt enorm geluk gehad. Anders kun je het niet noemen. De Russische zone had je verschrikkelijke pech gehad. Franse zone matig en de Engelse. Nou ja, dat ging wel. Maar er is in Duitsland honger geleden in de winter van 45 op 46. De winter van 46 op 47 was heel streng in Europa. We hebben een hongerwinter gehad, maar de Duitsers ook. Bij de Duitsers is natuurlijk altijd het gevoel bij de niet-Duitsers van eigen schuld, dikke bult. Jullie zijn een volkomen krankzinnige oorlog begonnen, waar je bovendien tot het allerlaatste denkbare moment als gekken hebt doorgevochten. Dus ja, dit is het. Maar misschien moeten we het afsluiten met dat fameuze citaat. Toen de Koude Oorlog afliep, dus 89, 91 zeg maar, had je nog een lollige uitdruk en die was van de Cold War is over, Germany and Japan won. Eigenlijk vanwege natuurlijk het enorme economische succes. Nou doen we net alsof de oorlog klaar was, maar dat was natuurlijk niet zo. Want dan gaan we natuurlijk de volgende keer gaan we verder. Ik weet niet hoe laat het nu is. Maar het is toch misschien handig dat we de volgende keer dit slotstuk doen. Namelijk natuurlijk de oorlog tegen Japan. Ja. Nog eventjes, waarom heeft Hitler toen in april, wat gebeurde er dat hij dacht, nu moet ik zelfmoord plegen. Als je natuurlijk die situatie ziet in april, dan weet je dus dat in feite de Russen al, laten we zeggen, boven de bunker waren, waar die als ze verschansen in die bunker, denk aan die film met Bruno Gans. Ja, Der Untergang. Ja, Der Untergang. Die heb ik wel gezien, ja. Ja, die staat echt eindeloos. Maar het is een hele recente film in allerlei opzichten. Ja, Bruno Gans is veel groter dan Hitler in werkelijkheid was. Maar laat ik nou niet kinderachtig zijn. Het geeft een redelijk beeld van de situatie die bestond. Ja, het was gewoon klaar. De Russen stonden in Berlijn en stonden in het centrum van Berlijn. Ja, maar heeft dus tot het allerlaatste moment gewacht? Ja, dat kun je rustig zeggen. Ja, dat hij tot het allerlaatste denkbare moment, april 45, heeft hij zelfmoord gepleegd. Ja, en op internet zijn er heel veel theorieën van, hij heeft helemaal geen zelfmoord gepleegd. Ja, op internet, ja. Ik moet je zeggen, die samenzweringstheorieën. Ik heb me nu vanwege dat boekje wat ik schrijf iets meer verdiept in de gebeurtenissen van 9-11. Dus 11 september 2001. Als je daar serieus in verdiept en je gelooft dan nog dat het één grote samenzwering geweest is, dan moet je echt behandeld worden. Ik heb daar geen andere woorden voor. Hitler was zo dood als een pier dat de Russen nou enorm gehannest hebben met die restanten die overgebleven zijn. En dat we daardoor allerlei kletspraat hebben moeten horen dat hij in Brazilië in het oerwoud met die Indianen was getrouwd. Sorry hoor. Je wordt tenslotte ook wel zo moe van dit hele complotgedoe. Lady Di vermoord door Elisabeth II. Het 9-11, dat waren radiografisch bestuurde toestellen. Het is allemaal van een vorm van krankjorenheid. Kennelijk hebben mensen maken daar een hobby van en die raken daar volledig zoek in zo'n verhaal.
Het is gewoon flauwekul. Maar er is bewezen, we hebben de botten van Hitler zijn gevonden. Ja, tenslotte ja. Alleen hebben de Russen, dus dat idee je daar zo geheimzinnig over. Ik begrijp ook niet waarom. Maar ja, dat is ook zo'n volkomen paranoïde regime. He, en die gaan dan allemaal dingen geheim houden en zo. En heel veel narigheid wordt veroorzaakt door volkomen nutteloze geheimhouderij. Wat is er mee gebeurd dan? Die Russen wilden niet zeggen. Ja, van... ze hebben tenslotte de restanten ergens op een willekeurige plek, ergens in Oost-Duitsland begraven. Ik weet niet precies hoe het gelopen is, maar okay. Hitler heeft de oorlog niet overleefd. Nee. Hey, en wat wilde ik dan nog over vragen? Ja, dat zag ik ook uit de reacties. De Holocaust. Die komt nog aan bod. Precies, want dat is natuurlijk... Ik wou nog een beschouwing wijden aan Hitler zelf. Ja. Was dat nou voor iemand? Wat is het voor ideologie? Hoe kon het zijn dat die, laten we zeggen, die mesmerizing, hoe moet je dat zeggen, die betoverende invloed had op de natie die hij naar de suïcide geleid heeft, anders kun je het niet noemen. Dus dat wou ik nog apart doen. Plus de Holocaust. Maar ik wou eerst even de Pacific doen. En dan als we de Pacific hebben gedaan en nog iets hebben gezegd over die atoombommen en over überhaupt nucleaire bewapening, dan doen we nog een hoofdstuk Hitler en de Holocaust. Okay. Wie kwam er trouwens als eerste aan in Berlijn? Waren dat de Russen? Dat waren de Russen, ja, zeker. Okay, ja. En toen later pas de... Ja, maar dat was allemaal helemaal niet zo'n punt. Om de eenvoudige reden dat de bezettingszones van Duitsland al lang afgesproken waren. De Amerikanen zijn op een aantal punten veel verder gekomen dan eigenlijk... in overeenstemming was met de bezettingszone, bijvoorbeeld in Tsjechoslowakije. En toen was de vraag natuurlijk, moeten we dat ontruimen? En toen zei Churchill nogal kinderachtig naar mij, nee, we blijven er gewoon staan. Maar daar voelde Eisenhower niks voor. Die zei, we hebben dat afgesproken en we trekken ons weer terug. Ze ontmoeten elkaar bij Torgau aan de Elbe. Dat is een fameus moment. En dan wisselen ze ook sigaretten uit, hè, want dat is een beetje in onbruik geraakt, dat fijnste wat je kunt hebben is een Amerikaanse sigaret, Lexington weet ik, of Camel of zo. Nou, die Russen doen zo'n dansje, hè. Die zijn er hartstikke goed in, of die spelen op de ukulele een tijdje. En ja, er was alles natuurlijk nog koekenij, dat het daarna vrij snel is misgegaan natuurlijk, dus in de relatie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, dat is nou weer een andere zaak. Okay. Dus we kunnen ook de hele Koude Oorlog nog doen als je wil. Ja, daar hebben we nog, even denken, daar moeten we nog een tweede deel voor doen. We hebben de eerste deel natuurlijk gedaan. We moeten nog een tweede deel... Oh, dat is waar, ja, want dat was die lezing. Ja, daar waar ik natuurlijk ook weer geen reet was opgeschoten. Ja, dat maakt niks uit, maar dat is nu goed dat je het zegt, dat moeten we inderdaad nog doen. Even, er was nog één reactie van iemand die iets, en dat was een hele specifieke vraag. Die heb ik ook opgeschreven, maar waar heb ik die nou? Oh ja, hier. Die is een vraag... van Sjouke Rijper, die zegt... de afgetreden en de verbannen Britse koning Edward de VIII... die wilde in 1940 op een akkoordje gooien met de Duitsers, zegt hij. Hij zou weer koning worden als Engeland de battle zou verliezen. En die Sjouke die vraagt zich af of de vrouw van die koning... dat was Wallis Simpson, daarachter zat. Want er zijn geruchten dat zij een Duitse spion was. Nou, dat laatste lijkt me... Ik bedoel, het was niet verstandig van die Engelse koning... om met haar te trouwen, wat mij betreft. Begrijp ik niet, als je er ooit gezien hebt in een foto, dan denk je, wat heeft hij er in godsnaam mee gezien? Ik heb er even op Wikipedia opgezocht. Misschien had hij een oogziekte of zo, wie zou het zeggen. Een soort van spookje was het, hè? Ja, nogal. Ik lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat zij een Duitse spionne was. Heel een andere kwestie is dat het echtpaar, en met name ook dus de ex-Engelse koning, nogal Deutsch-freundlich was. Ja, dat is waar. En tenslotte zijn ze daar ook weggehaald. Ze woonden daar toch ergens in op die kanaaleiland, als ik het wel heb. En zijn ze naar de Bahama's verplaatst. Ook met het idee van, we hebben geen zin als ze daar een beetje Deutsch-freundlich met die Duitse bezetters gaan zitten kloten. Ja, maar dus bij mijn weten hebben ze de oorlog in de Bahama's doorgebracht. Oké, dus dit akkoord dat is niet... Nou, je ziet erbij waarom die man in godsnaam af moest treden, omdat hij met een gescheiden vrouw... Ja. Ging trouwen, ja, daar zie je aan wat een krankzinnige inrichting zo'n koninklijk huis in feite is, waardoor die arme broer, die stotteraar, die moest opvolgen. Ja. Ja. Die heeft al doodgerookt, zoals je zo leuk hebt kunnen zien in de kraan. Teun, die heeft wat ingesproken. Goedemiddag, met Teun van Biljouw. Ik ben net in een
boek over oude motoren aan het lezen. En wat ik al wel vaker tegengekomen ben, is dat je leest dat de Russen op het moment dat de Duitsers binnenvielen, dat die enorme fabrieken, productielocaties in minder dan geen tijd naar het oosten verplaatst hebben. Tegen de Oeral aan. Lijkt me een gigantische operatie die ook nog eens moest worden uitgevoerd op het moment dat dat land wat redelijk achtergesteld lijkt, dat werd binnengevallen. Die productielocaties waar naartoe ging, die zaten ver weg, ver van Moskou. Ik kan me voorstellen dat daar nog niet eens elektriciteit was, maar toch werden daar in minder dan geen tijd fabrieken uit de grond gestampt die ook nog eens heel vlug over een enorme productie gingen beschikken in hoeveelheden. Ik ben heel benieuwd of dat daar misschien iets meer over te vertellen valt, want het lijkt me zo'n ongelooflijke geschiedenis. Ook een geschiedenis natuurlijk van de kant van de Russen waar wij als Nederlanders niet heel veel van horen. Dus ik ben heel benieuwd en ik kan me voorstellen dat daar best iets interessants over te vertellen is. Alvast bedankt en ook ik geniet enorm van jullie podcast. Dank jullie wel, heren. Ga zo door. Oké, dus daar heb je al veel over verteld. Maar ja, dat is het net zoals hij het beschrijft. Als je het leest, dan is het een praktisch onmogelijke operatie. Onder oorlogsomstandigheden. Ik heb het getal genoemd. Ik geloof 2600 vrij omvangrijke productiebedrijven. Om die op te bouwen. Dus alles moet losgeschroefd worden, op de trein gezet. En naar ver achter het front, achter de Oeral, is het weer opgebouwd. En ik heb dat voorbeeld gegeven van die tankfabriek in Kharkov. Van oorsprong natuurlijk een tractorfabriek, maar het verschil is niet zo verschrikkelijk groot. Die begon dus 10 weken, had ik het. Ja, 10 weken later begon die weer te draaien. Wat nog wel een interessante vraag is, hoe zat het met de energievoorziening? Kennelijk hadden ze daar toch een voldoende aanvoer van elektrische stroom, want zonder daarvoor kun je zo'n fabriek ook niet draaiende houden. Wat nog wel interessant is te weten, dat dat personeel wat meekwam met die productiefaciliteit, dat het vaak in holen onder de grond moest leven, omdat er natuurlijk nog geen, er stond niks. Het was vaak op gewoon het werd wat bieden in de prairie, bij wijze van spreken, werd die fabriek opgebouwd. Maar het is een verbijsterende operatie die natuurlijk misschien alleen mogelijk is in een regime wat zo weinig geeft om het menselijk lot. Het enige waar de Bolsjewieken echt goed in waren, was dit soort van paniekorganisatie. Omdat ze volkomen gewetenloos waren. En net zo goed natuurlijk als de industrialisatie van de Sovjet-Unie in de jaren 30. Ja, daar zeg je ook van, hoe is het gods mogelijk? Uiteindelijk, wanneer de zaken gewoon draaien en waarbij meer of meer normale verhoudingen geboden zijn, loopt het eigenlijk het hele systeem vast in, nou ja, wat tenslotte het einde van de Sovjet-Unie is geworden. Maar deze operatie van al die honderden, duizenden fabrieken, dat is fantastisch geweest. Ja. En daarzonder hadden ze de oorlog niet kunnen winnen. Ja. Verhaal aan zich is het. Even kijken, een laatste vraag was nog welke Lexus je rijdt en wat je van de aandrijving van die auto vindt. Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken. Het is een Lexus GS300. Het is een hybride auto. Dus dat betekent dat hij zichzelf oplaadt. Dus hij heeft niet alleen een benzinemotor, 2,5 liter, maar heeft een vrij omvangrijke elektrische capaciteit. En je kunt dan op al die metertjes, het zit allemaal even metertjes in, kun je zien dat hij dan, vooral in de stad, stel voor ik rij door zo'n straat als deze, ik rij fatsoenlijk 30 km per uur, dan rij je geruisloos 30 km per uur op elektriciteit. Dat is het hele idee van een hybride auto. De vraag is natuurlijk, hoe zijn ze op dat wonderlijke idee gekomen? En dat heeft iets te maken eigenlijk met het feit dat natuurlijk voor Lexus, voor Toyota, want in feite is een Lexus gewoon een dure Toyota, daar komt het de grote trek op neer, was natuurlijk verreweg de belangrijkste markt was Noord-Amerika, niet Europa. In Europa zijn ze ook niet een van de grootste spelers, dat zijn ze in Amerika wel. Het probleem in Amerika was dat je, kijk, diesels kunnen ongelooflijk zuinig worden gemaakt. Je hebt tegenwoordig, zeg maar, flinke 4-cilinder diesels in die taxi, Mercedes taxis, die lopen moeiteloos 1-25. Maar dat is diesel. Dat komt ook omdat diesel wat energiedichter is dan benzine.
Maar in Amerika zijn diesels niet te verkopen. Ik weet niet hoe het nu is, maar die waren niet te verkopen. Dus nu was het idee van Toyota, we maken benzineauto's even zuinig als diesels. Hoe kunnen we dat doen? Door met name een elektrisch element, een motorelektrische aandrijving aan boord van die auto's. Die wordt opgeladen door die benzinemotor. Maar in allerlei situaties waarin een benzinemotor bar onzuinig is. Als je bijvoorbeeld optrekt bij een stoplicht of dat soort van dingen. Daar kan elektrische motoren, die hebben ook meteen koppel. Hè, zodra ze gaan draaien, hebben maximaal koppel. En dus hun idee was eigenlijk om een benzineauto even zuinig te maken als een diesel. En daar zit wel wat in, want het is een vrij grote en zware auto. Maar ik rij natuurlijk als een hele beschaafde, rustige oude man. Niet voor niks maak ik me nijdig over die maloten die hier door de straat knallen met hun auto's. Ik rij heel terughoudend tegenwoordig. Het is ook wel een klein beetje schijnheilige praat, maar goed, toch, tegenwoordig rij ik heel erg terughoudend. En oude mannerig. Ik haal wel 1 op 19, dat haal ik wel. Wat natuurlijk voor zo'n auto, voor benzine, is dat frappant zuinig. Dat is eigenlijk het hele probleem. En aanvankelijk werd Toyota totaal weggelachen. Ik weet wel, die eerste Prius, nou, vooral de autopers, zegt die hebben maanden, jaren over de grond gekronkeld van het lachen. En niet begrepen wat een immense revolutie dit was. Het was de start van de revolutie natuurlijk van elektrische aandrijving. Ja. Waar die Japanners natuurlijk, zoals gewoon ik weer, een stuk beter over hadden nagedacht dan de andere grote fabrikant van auto's, namelijk de Duitsers. Waarom de Duitsers zeker initieel de elektrische aandrijvingsrevolutie totaal gemist hebben, dat blijft een raadselachtige zaak. Ja. Tevreden ben je dus met de... Ik ben heel tevreden, want daar komt natuurlijk nog een tweede punt bij. Dat vooral in Amerika kun je heel betrouwbare lijsten zien van auto's die betrouwbaar zijn. Hè, welke auto's zijn wel betrouwbaar en niet betrouwbaar. Je hebt allerlei verschillende soorten van lijsten. En nou ja, vrijwel alle Toyota's, Lexus, Mazda's horen tot de top 10 van de meest betrouwbare auto's. En in dat plan van Biden, want je had het over de elektrische paden, er staat ook omvangrijke aanleg van die park, hè? Of die laat palen parken. Ja, nou goed, Tesla maakt daar zelf ook veel werk van. Ja, maar dat is alleen voor Tesla gebruikt. In de buurt is ik geloof in Bunnik, is zo'n snellaadstation van Tesla. Ja. En dan heb je in een kwartier heb je dus voor 300 kilometer stroom. Precies, maar dan mag jij niet komen met jouw auto. Die ambitie heb ik ook totaal niet. Nee. Ja, want dan rij je dan een trein op en dan zijn ze allemaal, alle stekkertjes zijn bezet. En dan moet je daar zeker een stukje gaan zitten lezen. Moeten we daar een podcast aan maken? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Kunnen mensen naar het Zomerparkfeest toekomen? In Venlo, ja, dat is 29e. Maar is het voor met kaartjes of kun je gratis... Ik heb er geen flauw idee. Ik moet je eerlijk bekennen, ik weet helemaal niet wat ik daar ga zeggen. Ik heb een telefonisch overleg, moet nog gehouden worden. Oké, nou, we gaan de volgende keer door. Heb je zo'n grote voorraad dat als ik onverwacht overlijd, dat je nog jaren... Dan kunnen we het herhalen, ja. Dan kunnen we terugluisteren, ja. Wat je allemaal gezegd hebt. Dat zou het zijn. En dan doen we dus nog, we hebben nog de Pacific te doen. En dan hebben we nog Hitler en de Holocaust te doen. Ja. Dan hebben we de Tweede Wereldoorlog wel gewonnen gedaan, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ja. En anders kun je altijd nog naar het buscollege kijken. Ja, maar daar geef ik de hele zaak in een nutshell, ja. Geef ik die weg, ja. Ja, maar het is maar 3 kwartiertjes, zag ik. Dus, Ja, toen waren we er. Ja, hè? Ja, ja. We waren op weg naar Peenemünde, waar die V2 gebouwd werd. Ja, overigens heel veel aanmeldingen al voor die treinreis waar jullie mee bezig zijn. Dus die meneer die daarmee bezig is... Het moet nog komen, het moet nog georganiseerd worden. Ja, maar als je dus die meneer die dus daarmee bezig is, moet je maar zeggen dat heel veel mensen al hebben gemaild van waar kunnen we ons aanmelden. Ah, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd, ja. Ik heb nog geen concreet plan gezien, want het was een idee van Willem Melging en mij om niet te vliegen, maar om ook uit hoofden van de energieveranderingen, om dan maar eens met de trein te gaan en reis. En precies. Dat lijkt ook met het idee natuurlijk dat die grote stations in die Europese steden natuurlijk ook een soort typische burgermanstempels van de 19e eeuw waren. Nee, die kunt er van alles van maken. Ja. Dat was ons idee. Maar geef aan hem door als het zover is dat je moet ik het hier even melden. Ik zal melden dat er veel belangstelling is, althans bij de
luisteraars van de podcast. Ja, dan zetten we in de beschrijving een e-mail. Ik kan nog geen garanties over de prijs geven natuurlijk. Nee, maar dan moeten mensen zelf de afweging maken. Maar we kunnen in ieder geval dan het kenbaar maken dat mensen ergens naar kunnen mailen of naar een site kunnen, als dat zover is. Ja, dat heet La Brise Reizen. Oh, daar komt het op. Oké, okay. Ja. Prima. Dat is te vinden, La Brise met een Y. Ja. Ja, ik mag geen reclame maken. Nee, maar ja. Dus voor een goed doel. Oké, okay, ja, zodra ik erbij betrokken ben, is het voor het goede doel. Ja. Maar ook ten aanzien van die auto's moet je daar natuurlijk toch terughoudend mee zijn. Ja, want ik heb natuurlijk van die kamertjes heb ik steeds dit logootje weggeblurd. Omdat anders is natuurlijk, wat is het, 3 kwartier is dat ding steeds te zien. Ik kan wel geloof vertellen wat voor auto ik heb, maar ik moet me onthouden van juichberichten. Van, ja. En als het dus steeds een beeld is gedurende lange tijd, mag dat volgens mij ook niet. Nee, dus ik heb één keer heb ik het merk van mijn auto genoemd, maar dat gaan we niet nog een keer doen. Er was iemand die was boos, want die zei, ja, Van Rossum drinkt wel uit een spaarrood flesje en dat is niet afgeplakt. Sorry. Dus ja, dat moeten we nog even doen. Heb ik echt geen moment aan gedacht. Nee. Okay. Dan kan ik die meneer nog vertellen dat, althans wanneer het mijn eigen spaarrood flesje is, dat het gewoon een flesje is wat ik uit de kraan met Utrechtse gemeentepils vul. Ja, dus het is geen echt spaarrood. Nee, er zit gewoon leidingwater in. Ja, maar dat er zit gewoon leidingwater in, luisteraars. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik ben gewoon op Texel normaal, doodnormaal bereikbaar. Oh, echt waar? Ja. Oh, prima. Het is niet zo dat ik me daar heb teruggetrokken in een soort van blokhut in wilde bossen waar ik niet meer bereikbaar ben. Nee. Oké. Ik ben gewoon in Nederland. Oké, hartstikke goed. Ik vond het ook. Maandenlang dat gelul over de voetballen.